Hey, een hele goede morgen en welkom terug bij een nieuwe vlog. Hey jongens, welkom terug. Mijn vlog is aan het renderen. Hij is nou 2 uur en 8 minuten bezig en hij moet nog 2 uur en 8 minuten, als je me niet gelooft. Wauw, dat was de vlog van gisteren. De vlog van bijna een half uur. Sorry, dat komt door de tutorial van de Hyperlapse. Maar over foto's gesproken en Hyperlapse. Ik wil vandaag even een rondje door Pekel doen. Even kijken of ik mooie foto's kan maken, want ik wil echt wat meer leren fotograferen. En dus ik ga zo meteen een rondje Pekel doen. Even kijken of ik een mooie natuur kan vinden. En dan hopen dat ik een paar mooie shots kan maken. En dan aan het einde van deze video even een kleine tikkeltje foto doen. Klein fototijdje met 5 seconden per foto of zoiets. Ik zie wel eigenlijk. Jullie zien de foto's ook wel vanzelf verschijnen. Maar ben zei het laat eerst even omkleden, want ik heb alles nog tenuutje aan. Of na het tenuutje. We moeten het eerst nog even omkleden. En dan... Ik heb de camera... De batterij was gisteren trouwens dood van de camera. Bij de laatste 3-4 foto's ongeveer. En dan heb ik batterij vervangen. Dus er zit een volle batterij in. De batterij is weer opgeladen. Die zit weer in de tas. Dus die is ook weer vol. Ik heb de accu van de GoPro vervangen. De officiële GoPro accu zit er weer in. Dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe lang hij vandaag op deze accu doet. Want die andere die kon bijna 2 uur volhouden. Die was wasabi accu'tjes. For the GoPro. Dus. Maar het is nou 2 uur. Goedemiddag trouwens, in plaats van goedemorgen. Omkleden. En dan even kijken of ik een mooie plek kan vinden. Met mooiere plekjes om te fotograferen. Ik zie jullie vanzelf wel. Althans, daar ga ik wel van uit. Als ik hier ooit nog het huis uit kom. By the way. Oh, nog 2 uur en 4 minuten. En hij is al 2 uur en 10 minuten bezig. Niet normaal toch? Damn it. Waarom moet die ding altijd zo lang duren? Vreselijk. De plannen zijn ietsjes gewijzigd. Ik ben mijn spullen nog aan het pakken. Want ik ga zo meteen op de fiets even weg naar Joachim. Een van de... clubleden ook met de drone die eigenlijk de club een beetje begonnen is. En ik wil nou even weg van de computer, want hij loopt helemaal vast en alles doet verkeerd. En hij rendert nog wel. Dat is misschien ook de reden waarom hij zo vastloopt en stottert. Maar ik ga geen foto's maken vandaag, merk ik. Want hij gaat een stuk door Pekela fietsen met de drone van hem op follow me mode. Dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd of hij dat dan ook nog gaat doen ook. Of dat we er iedere keer achteraan moeten huppelen omdat hij weer weggaat. En return to home doet. Of alles gaat in één keer goed. En we fietsen een heel stuk en dan is de batterij leeg en dan stort hij neer. Nou, hij stort niet neer hoor, maar dat is de kans. Ik weet niet wat hij allemaal van plan is. Ik heb net een berichtje gestuurd van waar, hoe laat, waarheen. Van waar wil je beginnen, hoe laat en welke kant wil je dan op. Dus daar wacht ik even op en dan denk ik dat ik die kan opgrijpen. Camera wel bij me, dus als dat niks wordt, dan kan ik altijd nog op de camera weg. Nou, dan moet ik alweer een stuk gaan fietsen. Gadverdarren. Ik fiets veel te veel in mijn leven. Echt waar. Vreselijk. Inmiddels bij de brug. De drone die heeft er niet echt zin in. Na een paar keer proberen blijft hij nogal op zijn plek zweven. Althans, je ziet hem waarschijnlijk niet, maar er is iets. Hij volgt niet zoals hij moet volgen. We zijn ermee bezig. Althans, hij is ermee bezig. Weer op de grond. Nog een keer even opnieuw alles proberen opstarten en dan hopen dat hij de tweede keer beter doet. Maar dit is best wel raar. Hij staat wel op follow me mode, maar hij volgt niet. Dat is het probleem nou een beetje. Dat is best wel raar eigenlijk.
geen stoorcentrum of niks hier in de buurt. Althans, zover ik weet eigenlijk helemaal niet, want ik woon hier een paar meter vandaan. En ik weet wel een beetje waar de stoorzender zit inmiddels. En dat is de viaduct naast mij. En niet hier. Hij is ook voor mij 75% of zo batterij. Ja, ja, wel minder. Nog minder, oké. Okay. 50 alweer. 50 in principe alweer, oké. Okay, nou, leuk. Nog een keer proberen. Kijken of hij het nou wel doet. De follow me mode werkt dus niet. We hebben geen idee wat het kan zijn. Hij is ook heel onstabiel als je hem loslaat. Waarschijnlijk te maken met dat hij zijn controle wel heeft geüpdate. En de drone... niet geüpdate is. Ik heb zo'n idee dat het daaraan ligt. Hij nu ook. We vliegen nou gewoon even een stukje. Het is nogal een raadsel. Maar ja, geen idee of hij dan terugkomt. Ik heb hem tussentijds. Ja, dat moeten we dan even zien, maar. Even kijken hoor. Ik hoor wel wat. Oh, daar komt hij al aan. Had je return to home gedaan? Misschien moet je dat eerst even proberen. Het is even een iets andere dag dan dat het eigenlijk had moeten zijn, maar geen idee. Er zijn wel eens vaker dingen, dan ben je ergens mee bezig en dan boep, oh, hé, hey, er klopt iets niet. Dus in dit geval is het ook weer zoiets, maar nou ja, we zijn er mee bezig, helaas. We gaan gewoon voor een rustige dag vandaag. We vliegen nou bij de school, we hebben nou Port of Interest, hij is nou één rondje gevlogen. Hij heeft nou één rondje gevlogen, dat doet hij wel. Het raar is dat hij de follow me mode dan niet pakt, maar de Point of Interest wel. Er staat ook een behoorlijke wind nog. Kijk gewoon verder. Misschien lukt het zo meteen wel, misschien niet. Denk ik er niet. Ik denk dat hij gewoon opgedekt moet worden. Dat is helemaal... Follow me mode is niet gelukt. We zijn nou bij een oude school. Die is omgebouwd tot een of andere, weet ik veel, bedrijfje of zo. Dus die heeft zich daarin genesteld. Dus, maar de point of interest van die series, die doen het wel. Dus het rare is dat de point of interest niet doet. Hij stuurt mij de dronebeelden nog. Dus dan gooi ik die nog even hier zo in de vlog. Dat is geen probleem. Maar het toch is nog altijd raar. Maar ja, ik denk, althans, ik weet niet of hij dat ook denkt... Dat ligt aan de update. Dat hij de controle wel geüpdate heeft en de drone niet. Dus hij gaat nou de drone ook updaten. Dus dan zou dat in principe goed moeten lukken nou. Maar het is nogal een raadsel. En ja, geen idee. Het is raar. Zonde ook. Nou ja. Ik ga nou weer naar huis. Misschien als de zon er nog even doorkomt, een fotootje mooi over diep heen. Met die bomen, het lijkt wel hartstikke mooi. Ik denk het haast niet als ik de wolken zo zie daar zo. De hele dag is heel anders gepland dan dat ik had gedacht. Oh man. Ik dacht het is heel anders gegaan. Nou ja. Oh. Slechte weg hier zo, ongelooflijk. Maar ik ga naar huis. Ik zie jullie daar wel. Zo, ik schiet nou als een soort crazy Casey Neistat door Pekel heen. Onderweg naar het park. Om daar misschien nog een paar foto's te kunnen maken. Als de zon er ooit nog een keer van zijn leven weer doorbreekt door de wolken. Ik zie blauwe opklaringen, dus ik neem aan van wel. Ik heb geen boosterboard, dat is een nadeel. Casey doet altijd een boosterboard. Die duikt naar voren en die gaat naar voren. En ik moet... Ik moet zorgen dat ik iedere keer een stap zet. Aflopend. Aflopend en optijgend. Ik ben er in een paar minuutjes, denk ik. Ik denk dat ik nog 5 minuutjes onderweg ben. 5 minuutjes. 3. Oh shit. Stap ik er weer bijna naast. Auto's, ik zie je zo alweer. Zo, een paar mooie shots kunnen maken. Dan zit ik even te denken, als je de foto's wil zien, of ik ze op Facebook moet zetten, ja of nee. Ik denk dat ik ze gewoon op Facebook zet. Dus als je de foto's wil zien, moet je even naar mijn Facebook kijken. Ik zorg dat er een link beneden in de description komt. Als ik erom denk, als hij er niet staat, dan ben ik het vergeten. Maar dan moet je maar goed even
kijken naar de outro, daar staat de naam ook bij. En dan vind je het wel. Daar staan dan in principe de foto's. Ik laat een paar mooie zien, 2 of 3 hier zo. Zo, ik hoop dat je ze mooi vond. Jammer genoeg van het licht eigenlijk net dat het wegvalt, maar ach, daar kun je niks aan doen. Dat is moeder natuur die dat zo bestemd heeft. En nou naar huis. Ik loop hier over klinkers, daarom hou ik mijn skateboard vast. Nou naar huis en dan eventjes wat eten. En dan, oh man, kijken of ik een soort fotobewerkingsprogramma kan installeren. Ik heb er nou 2 gedownload. Ik moet ze allebei nog even installeren. De ene gaat wat makkelijker dan de andere. Ik denk dat die ene een free trail versie is van een paar dagen. Wat jammer genoeg is. En die andere, Coral Photoshop of zoiets, foto, huppelpup, die wil ik sowieso hebben. Dat is een hele goeie. Alleen daar ben ik eventjes mee bezig met de crack en weet ik veel. Dat is een hele moeilijke. Maar we zullen het snel genoeg zien eigenlijk. Oké. Okay. Na de middag de foto's hebben gemaakt en die zo meteen nog even op de computer te zetten, heb ik een programma gevonden die misschien nog wel zal werken. Het is again Coral. Coral Paint Shop Pro X8 Ultimate. Hij is nu aan het installeren. En dan hopen dat de rest ook werkt. Maar dat zal ik dan snel genoeg zien. Het was weer een mooie dag. Jammer dat er zoveel tegenslagen waren. Ten eerste, de hele middag foto's maken, dat ging al niet. Ten tweede, de zon ging iedere keer weg. Ten derde, Joachim met zijn follow me mode followde niet. En ten vierde, ik heb eigenlijk geen idee. Oké, ik heb ook wel eens geen idee. Maar dat maakt niet uit. Helemaal niet uit. Ik ben er gewoon klaar mee. Net als met deze vlog. Jongens, laat me weten wat je ervan vond. Laat het weten met een duimpje omhoog. En dan hoop ik jullie morgen weer te zien. In een nieuwe vlog. Jongens, tot morgen. Ik zie jullie morgen. Hoi Thai, blijf lachen. Aloha. Een tip voor Hyperlapse, zorg als je bezig bent, dat je een goede volle accu gebruikt. De laatste 4-5 foto's en mijn accu is dood. En deze accu is ook bijna dood. Kijk, vervang batterij, bijna leeg. Dory, heb ik altijd, waarom? Ik ga de laatste paar foto's nog even...